applaus, Bart Bessem. Ja! Ik heb er mijn autobaan maar afgehold. Zet tegenwoordig overal het mes in, hoor. Maar ik zit op de bank. Dat is mijn werk en dat is mijn hobby. Want als ik niet op de bank zit, dan zit ik thuis op de bank. Ons meneer die zit ook op de bank. Ja, ze zeggen wel eens, wij zijn een leuk bankstel. En we zijn voor de wet getrouwd, dus eigenlijk zijn we nog een bankstel met geminte garantie ook. Ja, ons meneer en ik, wij hebben 12 kinderen. En hebben geregeld op de bank dat we van de kinderbijslag de hypotheek aflossen. En als de rente niet omhoog gooit, dan redden we het met ons 12 kind. Je kunt dus zeggen dat we ons kinder op annuïteitenbasis hebben. Ja, ik hou al jaren de bank schoon, hoor. Hoor, dat doe ik al zo lang, dat doe ik mee een zwabber. Weet je wat dat is, een zwabber? Dat is een messen met Ruud Gullit voor. Mensen, Mark, die zinnen altijd tegen mij, Bart, ik zal jou nooit kunnen missen. Maar nou is je mooi alleen een roosblad gegaan. Zijn jullie ook op de receptie geweest hier? Dan moesten daar bij de ingang gaan staan. En als je dan een uur moet wachten, dan mogen de hier een fles of een doos wijn geven. Heel podium stond vol. Ik werd al 2000 flessen. Hij zei dat hij voor zijn carrière naar Roosschot was gegaan. Ja. Wie zegt wel dat hij daar een wijnhandel moet beginnen? En een vinotheek heet dat. Vinotheek 2000. Ja, hij heeft me er eerder door. Toch is hij altijd gewoon gebleven, hè? Ja, Meisenberg, dat ben ik toch wel. Hij is altijd gewoon gebleven. Alleen Piet van der Zaande, onze voorzitter, die was er helemaal niet mee eens. Die zei, ik had veel liever gehad dat hij gewoon gebleven was. Maar ik zwabber niet altijd hoor, want Meisenberg die zei tegen mij van hou je ook maar eens een eugske mee in het zeil. Want er kan van alles gebeuren op de bank. En op eigen risico hou ik nou ook alle dagafschriften bij en zo. Daar zou ik jullie niet alles van vertellen, maar ik moet toch wel even tegen die je daarachter zeggen. Kom toch eens een keer wat best worden, want daar kan het. Nou, hij ik les van de story. De Toriemans gehoord. De Peer van der Heijden. Nog een rijinstructeur kon gebruiken. Gerekende nog af. Dat was gek iets te vermennen, hè? Peer zag het zelf helemaal zitten. Hij,
hij kocht voor mij een splinter. Splinternieuwe Mercedes. Dit is al zo'n grote, de 3-5. 5-0. Nee, nog 5 letters te dragen. En dan ook nog op een auto. Automaat. Ja, een mooie wagen. Metaliek geel, hè? Kanarie geel. Nee, net als die Lotus van Joop van Boksel. De ten eerste les ging het al goed. Goed fout. We gaan geen meter gereden. Die les is ze zijn voor zo kort. Eer daar heeft die leerling uitgeleden. De leerling, die kon al rijden, zit Peer. Wij door de dam af. De Rinderlaan in. Komen we zo weg bij de keizer. Ik zeg, hier moeten hier hadden rechts af. Ze zenden zo weg bij het kruispunt, daar bij Joop van Boksel. Ik zeg, gas los! Maar we zaten in de garage bij Joop van Boksel. Onder een kanarie. Kanariegele loder. Nou ben ik Joop persoonlijk een leuke vent. Hij hielp me meteen. Hij bracht ons thuis bij Peer, mee de loder. En de Mercedes. Nou. Ik zie Peer nog naar buiten komen. Waar ging die te keer? Het leek wel of dat ik de leerling was. Zodat ik de keer ging. Toen ben ik ook met mij opgestapt. Mijn zonnemeisje kan ik niet meer werken, hoor. En dan hoop ik dat het een echte kabouter is. Wouter de kabouter. Want als er niet is, dan is hij misschien wel niet te dragen.
mij drogen, omdat ik zo'n verschrikkelijke last heb van mijn verbreukelende knie. Ik heet Wouter, maar de meesten zeggen Wout. Ja, Wout, dat is hetzelfde als hout. Maar dan heel veel. Mijn beste kameraad in het park, dat is hollebollegeis. Zonnewind hoor, de nolle. Je zult het zo op het oog niet zeggen, hè. Maar hij is een zoon van vrouwholle. Ter vrouwke heeft er ook zo moeilijk, hè. Zit al jaren in de put. Maar gelukkig zijn haar kinderen er toch goed uitgekomen. Ja, want net als de nolle, molle, die is wees hoor. Die heeft boeken gevreten. Vroeger had je ook een heel erg belangrijk werk bij ons op de administratie. Ja, want kwam dan de belasting, dan kreeg hij al het werk. Ja, en dan de holle bolle met van... Onze directeur zei een keer... Van Kabouter, dat is het handigste bondje van heel de Efteling. Nou, ik wil hem wel eens horen. Als hij daar op de muurke ligt. En ze douwen hem meneer de puik in zijn oren. Ja, en je wilt die dan wegslaan. En dat kon niet. Nee, want uw haar zitten door de kauwgom en de friet op muurken geplekt. Of als je daar ergens in een stil huksje stond en er komt toevallig een vrouwke met een korte rok aan op uw kop zitten. Je bent maar zo groot. Nou, dan viel de wagen door wel mooi staan voor Jan Paddenstoel. Ja, 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 ja. Hoewel de voorzieningen niet slaag zijn tegenwoordig, kwamen de les toch nog achter wat voor gevoel dat er achter ons werk schuldt. De vreuker en ik staan achter op de vuilniswagen. Het is krek rond de middag. Het slooi op de toren 12 uur. De vreuker denkt het is schafttijd. Hij vat naar zijn broodzak, krek in een scherpe bocht. Hij zelt achter van die wagen. En net voor de deur van zijn stamcafé hield hij op. We halen door de vuurwerken bij. Moest hij blijven liggen totdat er iemand van de arbeidsinspectie was geweest. En gij, zit hij tegen mij, gij blijft erbij. Dat hij zijn hand in zijn zakken houdt, anders geloven ze nog niet dat op het werk gebeurd is ook. Maar om nog eens op de huisvuil terug te komen. We moesten de laatste tijd ook voor het apart langs de deur voor dat chemisch afval. Komen we bij het bejaardenhuis en stond daar Jan Jeuk. Hij zegt, als je ze wel nog plaats over hebt op uw wagen.
dan moesten de batterij van ons trui ook meenemen. Zo tussen alle bedrijven deur kregen we ook nog wel eens te maken met een werkbespreking. En dan zijn wij altijd alweer benieuwd wat er gebeurd is. Met de rondvraag wordt de vreugde al gauw weten of er al iets bekend was over het personeelsvereisje. Van hogerhand konden ze daar alleen van zeggen: misschien gaan we dit jaar met de buitendienst nog naar de Filistijnen. Verder werd er nog meegedeeld dat we een stagiaire kregen om in te werken. Nou, daar hebben we achteraf bekeken nog veel gemak van gehad. Als je straatnaamborden op moet gaan hangen, dan kun je nog wel eens een manneke gebruiken. Want probeer het maar eens. Zet maar eens een leer tegen een ronde pol. Aan Zwitserkanten heb je iemand nodig dat de leer niet wegschiet. Dan moet er ene omhoog die mij bij zijn hand dat bord vast moet houden. De verwerker heeft nodig om een boutje en een moerke om te geven. En dan is het nog wel eens handig dat je zijn stagiaire naar de werkplaats kunt sturen voor sleuteltje 10-11. Maar als zo'n scholier een verslag moet schrijven, dan kun je daar gerust mee uitkijken. Daar had hij ingezet dat wij om 4:30 afgewerkt waren en dat hij 4:15 al thuis was. Alles samengevat, dan zijn er nog mensen die ons werk zien als een toeristische trekpleister. Pas nog klampte een voorbijganger ons aan of dat hij ons een dag mocht volgen om te filmen. Dat kan natuurlijk altijd, zolang als er het werk niet onderlijdt. Afijn, wij gaan gewoon onze normale gang. Ik kijk zo eens. Stort hij me daar toch mee zijn toestel op meneer te zwiepen? Ik zeg, hey man, we moeten mijn camera stilhouden. Ja, hij zit hier met ze toch wel leuk zijn als ze strak op je film iets beweegt.